Namaste. Welkom. Restorative Yoga. Wat je misschien opnieuw kunt vinden als je de video opnieuw doet, als je voor de eerste keer doet. Vind alles wat je in huis hebt wat je kunt gebruiken als props. Je hebt niet per se bolsters nodig. Je hebt niet per se blokken nodig. Blokken kun je vervangen door boeken. Bolsters kun je vervangen door twee hoofdkussens misschien te nemen. Een kussen die je van de bank misschien kunt halen. Die grote kussens, als je de bank uit elkaar kunt halen, is bijvoorbeeld een optie. Een stapel handdoeken, misschien wat meer grotere handdoeken als het fijn kan zijn, zo je wat meer lift of wat meer ondersteuning kunt vinden. Datzelfde geldt als je geen mat hebt. Zorg dat je een comfortabele ondergrond hebt die en de warmte van het lichaam vast kan houden. En die misschien wat ondersteuning kan bieden, zodat je niet te veel compressie ervaart. Maar wat belangrijk is in restorative yoga is dat we het lichaam ondersteunen. In die manier die zoveel mogelijk voorhand is. En niet iedereen heeft misschien heel veel props of heel veel ruimte. Kijk wat je kunt vinden. Zo, neem daarbij de props die je nodig hebt. Als je ze nog niet hebt, zet de video kort op pauze. Wat je misschien vandaag alleen maar nodig hebt is iets wat je een lift kunt vinden. We beginnen met de benen. En misschien een extra deken, een handdoek om het bovenlichaam, de nek of het hoofd iets op te vangen. Opnieuw, waar ik mee wil beginnen, is een lift van de benen. Dus breng iets van een deken op de vloer die jou wat ondersteuning of warmte kan geven. Zorg dat je het warm genoeg hebt. Ik zet geen muziek aan tijdens de video, omdat het een klein beetje stoort, omdat het geluid nog niet helemaal perfect is. Als je muziek heel fijn vindt op Bhaskaraya Yoga, als je Spotify hebt, kun je een playlist vinden. Heel veel playlisten, een restorative yoga playlist kun je aanzetten als je eigen muziek hebt die je heel fijn vindt. Muziek zorgt er meestal voor dat je een klein beetje meer in het hier en nu blijft. Het is gemakkelijker om een soort van de gedachten te isoleren naar wat is op dit moment. Ze kunnen nog steeds gaan over gisteren en morgen. Maar het houdt je een klein beetje meer bij wat is hier. Je kunt luisteren naar de muziek, wat soms een heel comfortabel gevoel geeft. Dus kijk wat je kunt doen. Begin op de rug. Kom rustig liggen op de rug. En zorg dat je waar de benen komen een lift hebt. En dat hoeft niet helemaal hoog te zijn. Ik heb hier de dekens uit de studio. Als dat de helft had geweest, dat kan ook prima voldoende zijn. Ik heb de luxe nu hier. Dus ik kan de benen een klein beetje hoger op bewegen. Vind een lift die voor jouw benen comfortabel voelt. Als je maar een heel small item hebt, zorg dat je een extra handdoek of een deken hebt die je om de benen heen kunt wikkelen. Zodat de benen mooi in die verhoging blijven en je niet moeite hoeft te doen met de spieren om de benen samen te houden. Dan kom rustig liggen op de rug. Dan breng je je benen in die lift langzaam omhoog. En zorg dat je items of props gebruikt om het bovenlichaam te ondersteunen. Zo misschien een rol in de nek, misschien wat onder de bovenrug als de rug van nature wat meer rond is. Ontspan je voet. Als je voeten iets bungelen, maakt niet zoveel uit. Als dat te veel gevoeligheid geeft in de enkel, zorg dan dat eerder de onderbenen en je voeten ondersteund zijn en niet zozeer de knieholte. Geef je armen de ruimte die ze nodig hebben, wijd aan het lichaam, langs het lichaam. Misschien zelfs beginnend met de handen op het lichaam, één hand op de borst en één hand op de buik. En als je wat ruimte daar hebt, wat meestal helpt is, sluit de ogen. En als je deze practice doet gedurende de dag en er komt wat licht binnen, wat fijn kan zijn is dat je een oogmasker of een handdoek of een deken over je ogen kunt plaatsen. Zo niet dat licht flitsen je steeds iets afleiden en je wat nieuwsgierig wordt wat er extern aan de gang is. Maar dat je de aandacht kunt bewegen naar wat is binnenin. Hoe voel je je op dit moment in al die ruis die om ons heen is nu? Dat hele land eigenlijk op zijn kop staat. Het altijd iets met je doet, hoe je ook tegenover de situatie staat. Of je wat cynisch daarin bent, of dat je het wel gelooft, of dat je een beetje angst hebt misschien daarvoor dat er iets zal gaan gebeuren. Dat iets in je naaste omgeving al is gebeurd, zo angst misschien wat sneller aanwezig is. En hoe voel je je op dit moment? Wat is de energie die je meebrengt op de mat? Hoe voelt het lichaam? En de benen zijn iets hoger dan de rest van het lichaam. Opnieuw, als dat maar 10 centimeter is, dat kan voldoende zijn.
Als je compressie ervaart in het heupgewricht, als het gewicht van de benen iets meer drukt op de heup, zorg dat je iets meer ondersteuning vindt onder je billen, het heiligbeen. Zodat we niet het zenuwstelsel nog extra meer overprikkelen. Het raakt al overprikkeld genoeg en misschien ben je een type dat heel erg zich focust op nieuwsberichten in de hoop dat er iets nieuws is, of misschien vermijd je het nieuws in de angst of meer rust kan geven voor jezelf. En maar in hoe je ook tegenover de situatie staat, het doet allemaal met iets met ons. Voor mijzelf al geldt dat al zo lang als ik weet, opstaan met een soort halve neusverkoud. Het is altijd wel één neusvleugel die iets meer verstopt is dan de ander. En ineens in deze tijd je gaat denken, hey, zou het niet toch? En als je een klein beetje relativeren kunt, als je momenten kunt nemen, wat mij helpt is meditatie of een meer zachte practice als yin of restorative. En het hoeft niet eens een uur lang te zijn. Hè? Restorative kun je al doen met één of twee houdingen gedurende je dag. Je kunt de houding nemen die je het allerfijnst vindt, die jou de meeste ruimte geeft om kort ontspanning in ieder geval voor het fysieke lichaam te vinden. En als we het fysieke lichaam iets kunnen kalmeren, dat hele systeem een klein beetje meebeweegt in die rust en zachtheid, je adem iets kalmeert, je hartslag iets vertraagt. En je in al die ruis en al die weerwar gewoon een moment voor jezelf kunt vinden, kunt nemen. En als yogis is het misschien het meest interessant dat we in alle eerlijkheid ook kijken. Als je wat gevoeligheid kent, als je wat stress kent, als er wat is in het lichaam, als je hoofd helemaal niet geconcentreerd is, als het moeite kost om steeds weer te komen naar dit moment. Gewoon heel eerlijk naar jezelf toe kunt observeren. Ik voel me vermoeid, ik voel me angstig, ik voel mij gehaast, ik voel mij gestrest. Ik voel helemaal niets. En als je met een eerlijke, open mind kunt beginnen aan je practice, dat je veel meer kan bieden uiteindelijk, dan als we dat je proberen te negeren een energie die is op dit moment. En meditatie ook, daar gaat niets over dan aanwezig zijn. Aanwezig, kun je werkelijk aanwezig zijn? Vanzelf merk dat een gedachte, een gevoel of een idee je meeneemt in een ervaring. Gedachten gaan meestal over iets wat is dat nog mag komen, of helemaal nooit, of iets dat al is geweest. Dingen waar we geen invloed hebben op dit moment. En aanwezig zijn op dit moment is misschien het allermoeilijkste, want wat is er op dit moment? En zeker in een zachte practice als yin of restorative of zoiets als meditatie, het hoofd, de geest vindt zoiets misschien helemaal niet interessant, er gebeurt heel weinig. In ieder geval heel weinig dat duidelijk is, dat stevig is, dat tastbaar is. En als iets niet tastbaar is voor de geest, is dat verwarrend, is dat te vaag. En het vanzelf weer meegaat in een beweging, in een gedachte, in een gevoel, in een emotie, iets wat nog gaat komen, iets wat al is geweest. En we wegraken van wat is op dit moment. Maar zelfs al is het voor een halve minuut, al is het voor 10 seconden, als je werkelijk aanwezig kunt zijn op dit moment, er is nog steeds zoveel dat in beweging is. En het hele subtiele van je ademhaling, je hartslag, de circulatie van het bloed dat gaat door het lichaam. Een energie die je oppikt die misschien niet eens woorden nodig heeft. En wat is werkelijk op dit moment? En is al daar waar de geest naartoe wil bewegen heel erg belangrijk op dit moment? Heeft het een functie om mee te gaan in een gedachte? Als het een functie heeft, als je heel eerlijk naar jezelf toe kunt zijn, ga mee in die gedachte. Als het geen functie kent, volg weer je ademhaling. Als een restorative adem je naar meer diepe ontspanning kan bewegen, vind je restorative adem, zelfs al is dat maar voor 2, 3 keer.
Rustig inadem door de neus. En zonder de kaak of je mond of je keel aan te spannen, uitadem door de mond. En de adem laat gaan. En het hele idee achter de restorative ademhaling is dat we meer uitademen als we de mond openen dan door de neus. En hoe meer we kunnen uitademen, hoe meer ontspanning ons lichaam, ons hele zenuwstelsel ervaart. En de gemiddelde mens houdt meer adem vast op de uitademing, waar die spanning zich steeds iets opbouwt. Je kunt het zien als een soort laagje. Dus als we geen volledige uitademing vinden, er blijft altijd iets over. En steeds als er iets overblijft, dan stapelt het zich langzaam op, totdat de spanning zo groot is dat we bijna niet meer kunnen inademen. En dan merk dat spanning in het hele lichaam voelbaar is. Als het werkt voor je, vind een volledige uitademing. Of dat net zo lang is als de inademing, of dat dat een klein stukje langer is dan de uitademing. Adem uit, focus op je uitademing. De inademing volgt vanzelf. Focus op de uitademing. Adem daar voor jezelf 2, 3 keer eerst rustig in en uit. En zelfs al ben je in gedachten, zelfs al ben je heel geconcentreerd bij de adem. De adem kan je iets naar binnen toe laten komen, maar ook weer iets naar buiten toe. En 2, 3 ademhalingen, gewoon weer wat ruimte geeft om te observeren wat is op dit moment, hoe is de positie van je benen. We vinden een kleine variatie voor een licht moment. En als dat een lichte stretch geeft, is prima. Als het een intense stretch is, doe iets minder. Opnieuw, restorative yoga gaat niet zozeer om stretchen, maar om het lichaam wat ruimte te geven op een meer diep ontspannen positie. Als je onderbenen volledig ondersteund zijn, dan kun je je voeten iets dichter naar elkaar toe bewegen en gaan je knieën iets meer naar buiten. Dus je buigt automatisch iets de knieën. En daarbij heel licht iets je voetzolen naar elkaar toe bewegen. Je hoeft ze niet tegen elkaar aan te drukken, maar je kunt de voetzolen heel licht iets naar elkaar toe bewegen. Je benen zijn nog steeds in een lift, opnieuw als dat groot is of klein. Als je meer ondersteuning hebt en de benen zijn niet zo hoog als dat mijn benen hier zijn, als de benen wat lager zijn, dan kun je de knieën en de dijbenen misschien zelfs iets ondersteunen aan de zijkant, door een rol van een deken of een handdoek te maken, of boeken om de dijbenen te ondersteunen. Opnieuw, het gaat niet om de stretch in de dijbenen, maar meer de suggestie om de knieën iets uit elkaar te laten vallen in Supta Baddha Konasana. Als het wat moeite kost om de benen daar te houden, wat je ook kunt doen, is een andere deken of handdoek iets langwerpiger te maken. En ik kan voordoen met de
teken die ik hier had onder mijn hoofd, die misschien voor dit korte moment niet nodig heb. En die om je voeten heen te bewegen en dan om de enkels weer terug te slaan. En dan misschien heel licht iets kunt vastleggen en dan je benen iets meer in die positie kunnen verblijven. Zo, je voeten blijven iets bij elkaar, maar je kunt de voeten, je enkels weer, je tenen ontspannen. De knieën vallen licht iets naar buiten. Opnieuw, als je zozeer een stretch ervaart, zelfs al is dat maar voor een klein moment, kijk of je wat extra ondersteuning kunt vinden. Wat ook helpt is om de benen weer een klein beetje lager te bewegen. En de ondersteuning die je had onder de benen te gebruiken om de knieën of dijbenen te ondersteunen. Vanuit daar, als je ruimte hebt, wil je de armen misschien wat wijder naast je brengen. Als je ruimte hebt, misschien zelfs overhoofd. Als dat te intens is op de schouders, opnieuw. Plaats de handen weer op het lichaam, naast het lichaam. En vind de positie die opnieuw wat ruimte geeft. En weer daar, stretching is niet nodig. Als die stretch jou ruimte geeft en het is een comfortabele stretch waar je voor een langere periode in kunt blijven, go for it. Als je eenmaal weer iets gesetteld bent in de houding en neem alle ruimte en tijd. Je hoeft niet met haast naar die houding toe te komen. En als mijn instructies nog steeds iets te snel gaan en je bedenkt ineens dat je een hulpstuk kunt gebruiken wat niet in je buurt is, pauzeer de video. Neem die hulpstukken erbij en ga je rustig weer verder. En je kunt alle tijd nemen die je nodig hebt. Het mooie van de video op deze manier is dat in een live versie misschien je wat gehaaster misschien voelt, maar je hier nog iets meer ruimte kunt nemen. En misschien zelfs een voordeel heeft als je de tijd en ruimte nodig hebt. En het zelfs zo kan zijn dat als sommige houdingen je niet bevallen of je geen alternatief weet waarin je zelf iets kunt opvangen zodat je niet die stretches ervaart, skip je de houding. Ga je naar de volgende houding. En eenmaal weer gesetteld, breng weer de aandacht naar je ademhaling. En hoe is de ademhaling op dit moment? Is het snel? Is het langzaam? Hoe is je uitademing? And relax the mind, relax je hoofd. En nog steeds gedachten, ideeën zullen op blijven komen. Het is nooit helemaal stil. Maar misschien hoeft het ook helemaal niet zo stil te zijn, maar je puur observeert hoe je reageert op een beweging die het hoofd, of de beweging die het lichaam, of een energie die je oppikt. Wat voel je? En er is niet wel iets wat moet. Wat mag? Wat heeft een functie? Wat voegt iets toe? En dat pad van yoga dat we bewandelen is niet een rechtlijnige weg. Het heeft hobbels, het heeft kuilen. Niet alles is even comfortabel, is even verzachtend, is even verstillend. Maar de houding die je hebt tegenover die weg die je bewandelt, die route die je neemt, is misschien des te belangrijker. En ga je met agressie, met wat force, met wat onwillendheid die weg op? Of kun je een open blik behouden in
puur observeert, al dat wat voorbij komt op dat pad. Ja, er zullen dingen zijn die je langskomen, die geen functie hebben, die je gewoon weer van je af kunt laten glijden. Er zullen dingen zijn die misschien in het begin wat aversie creëren, waar je geen zin in hebt, wat geen gewoonte is, maar ergens in het achterhoofd of diep vanuit het hart voel dat misschien er een kern van waarheid is in een andere mening, in een andere energie. Die het gewoon een klein beetje in de gaten houdt, misschien nog helemaal niets mee hoeft te doen. Er zijn dingen die waar je nog nooit van gehoord hebt, wat nog nooit eerder is opgevallen, die zo interessant zijn dat je die aanneemt en meeneemt. En opnieuw met de mindset dat al dat wat er is nooit eeuwig is, niets is blijvend, niets is statisch en stabiel. En dat restorative yoga voor je nu misschien een hele functionele toevoeging heeft aan de practice die je hebt, maar ook dat hoeft niet voor eeuwig te zijn. En misschien is het nu heel fijn en langzaam je meer naar een yin practice toe wil bewegen en een hatha misschien voorbij komt en misschien uit nieuwsgierigheid een keer een vinyasa, een ashtanga, een flow meeneemt en voel dat wat het doet voor je. En vanuit nieuwsgierigheid dingen benadert. En misschien voegt het niets toe, zodat je het in ieder geval geprobeerd hebt. En blijf open. Blijf om je heen kijken. Blijf nieuwsgierig. En als we onze blik sluiten en maar één ding aannemen. Wat veel gebeurt in religies bijvoorbeeld. Dat één overtuiging is aangenomen en dat voor de rest de blik gesloten wordt. En dat andere suggesties niet waar zijn, dat je niet kunt observeren. En je kunt nog steeds ervaren dat iets voor jou niet werkt, dat voor jou niet de waarheid is. Maar je niet kunt negeren dat het voor iemand anders misschien wel werkt. Je kunt het eens zijn om het oneens zijn. Adem weer 2-3 keer rustig in en uit. 2-3 keer rustig in en uit. En dan misschien zelfs je handen iets wil gebruiken. Als de knieën nog iets uit elkaar zijn, breng je rustig de knieën weer iets naar elkaar toe. Voel dat je voeten misschien weer op die ondersteuning zijn of je benen weer de vloer raken. En heel rustig, één voor één, haal de beide knieën iets in de richting van je borst. En zonder dat je heel erg hoeft te duwen, gewoon een hele ontspannen beweging maakt. Voor sommige mensen zal het fijn zijn om je vingers misschien in elkaar te vlechten, zodat je de benen een soort kunt omhelzen. Als je dijbenen je knieholte vast wilt houden, als de knieën wat meer uit elkaar vallen, en dat geeft je meer ontspannen gevoel. En ontspan je onderbenen, ontspan je voeten. Als je een lichte massage wilt maken, hou het relaxed. En er is opnieuw geen agressie voor nodig om het lichaam wat ruimte te geven. En voel opnieuw weer of het een toevoeging heeft. Omdat je gewoon in stilstand rustig verblijft. En langzaam die transitie kan maken. Daar vandaan. En dan plaats je rustig je voeten weer terug op de mat. Als daar props in de buurt zijn, je kunt ze met je voeten een klein beetje wegduwen. Zodat je meer ruimte hebt. En jezelf heel rustig via de rechter of je linkerzij omhoog bewegen naar een zittende houding. En als die ondersteuning van de benen nog steeds daar is, je zelfs die kunt gebruiken en jezelf een kwartslag of een 180 graden kunt draaien. En mijn suggestie is om daar te bewegen naar een twist meer voor het bovenlichaam. En die ondersteuning die daar was, als je een hoge ondersteuning hebt, dat kan prima zijn. Als je niet zo hoge ondersteuning hebt, maar je voelt dat het lichaam die ondersteuning nodig heeft in Twisted Deer. Je kunt een stoel erbij nemen. Je kunt leunen op een bank, een vensterbank. Je kunt van alles bedenken. Meer kussens, meer stapels, meer dingen nodig hebt om het lichaam te ondersteunen. Je Twisted Deer is de beweging die je maakt vanaf de heup tot de schouders. Zo je heup blijft iets meer in positie.
als je de heup iets meer wilt of kunt ondersteunen, kan altijd fijn zijn. Je steunt automatisch iets meer op de linker of de rechter heup of je dijbeen. Als je de knieën wilt ondersteunen, als de knieën niet zo gemakkelijk aan de vloer komen zoals mijn knieën zijn. Ik merk meestal bij Twisted Deer dat halverwege de knie die iets achterblijft wat stressig voelt. Zo je de knie iets lift kunt geven, een boek, een deken, een rol, iets ondersteunen. Of je kunt de benen wat meer op elkaar plaatsen. En dan met de schouders maak je de draai. Dus vind de ondersteuning voor het bovenlichaam die je kunt gebruiken. En dan draai je langzaam je schouders in. Of je rechts of linksom gaat, maakt niet zo heel veel uit voor mij. Je langzaam die draai wil maken. En misschien heeft het hoofd helemaal niet zo heel veel ondersteuning. Of de borst helemaal niet zoveel ondersteuning nodig. Als je voelt dat die props die je gebruikt wat meer drukken in de ribben of in de taille, dat is niet zo fijn. Opnieuw, dat is een prikkeling voor het zenuwstelsel die we niet nodig hebben. Opnieuw. Zet de props zo. Waar je ondersteuning kunt gebruiken. En misschien gaan je armen langs het lichaam. Langs je hoofd bedoel ik. Of langs het lichaam in de achter. Of rusten ze zelfs op het lichaam. En net waar je je armen kunt laten rusten. Als je gemakkelijk op de vloer rust. En de vloer is voldoende ondersteuning. Is de vloer voldoende ondersteuning. Blijf je langzaam daar. En eenmaal hier weer. Kom we naar de ademhaling. En als je iets gesetteld bent. Nog steeds. En je hebt alle ruimte om. En aanpassingen te maken. We hebben tijd en ruimte genoeg. En de setup kunt vinden die voor jou het beste werkt. Dus niet zo waardevol als opnieuw heel eerlijk te zijn. Om te observeren. Wat kan ik doen? Wat mag ik doen? Wat voel ik? En hoe beweegt de ademhaling? Rustig in, rustig uit. Of een volledige uitademing. Als je merkt dat ergens tensie ontstaat in het lichaam of tensie opvalt. En soms is ondersteuning alleen niet voldoende. En ook daar je ademhaling kunt gebruiken. Je rustig inadem naar die spanning toe. En een volledige uitademing. In datzelfde gebied. Tussen je schouderbladen. In de nek. In de heup. Rustig inadem naar die spanning toe. Vind die volledige uitademing.
begin ook hier weer met je ademhaling. 2, 3 keer rustig in, rustig uit. En neem alle ruimte, alle tijd. Om weer terug te komen naar hoe het lichaam in de positie is geland. Je hand die iets aan weerszijden van de ondersteuning onder de schouders naast de borst kunt plaatsen. De torso rustig optilt. Je iets uit de twist kunt of mag komen. En langzaam wisselt van zijde. Wat je kunt doen is rustig je benen omdraaien naar de andere kant. De torso meedraait. Voel dat je misschien wat meer of wat minder ondersteuning kunt gebruiken aan de andere kant. En neem de ruimte die je nodig hebt. Wissel langzaam van zijde. Wissel langzaam van zijde. Links en rechts in ons lichaam is nooit 100% hetzelfde. Zo moeten we ook hier weer die beginners die yogi mindset kunnen vinden. En links en rechts opnieuw benaderen, alsof je de hele andere zijde niet hebt gehad. En langzaam voelen, wat heeft het lichaam nodig aan deze kant? En waar laat ik exact de benen? Hebben ze wat ondersteuning nodig? Hoe rust ik het bovenlichaam? Waar laat ik mijn armen? Wat voelt zacht op de schouders? Ontspan het gezicht. En deze kant weer helemaal gesetteld bent. Adem. In welke vorm van yoga of meditatie je ook beoefent, adem komt altijd terug. Adem kan je brengen naar het huidige moment. Voel je nooit schuldig als gedachtes, als slaap misschien ontstaat in restorative. Maar wees opmerkzaam.
rustig de aandacht weer naar je ademhaling. 2, 3 keer. Rustig in, rustig uit. En langzaam weer mindful je handen kunt plaatsen onder de schouders, naast de borst. Je bovenlichaam weer iets kunt optillen. En langzaam weer terugkomt uit de rotatie. En opnieuw die verhoging misschien kunt gebruiken als je dat fijn vindt. Als dat voldoende hoogte is. Als je meer hoogte nodig hebt, kun je dat altijd vinden. Je kunt het opnieuw in dezelfde positie laten. Wat ik wil doen, we begonnen met de benen meer omhoog terwijl we op de rug waren. Nu komen we op de buik en dan de benen iets omhoog. En wat fijn is om dan te doen, is je één deken of één handdoek of één kussen kunt gebruiken om iets meer de dijbenen te ondersteunen. Zo de bovenbenen, je dijbenen. De knie iets vrij is. Als de knie nog steeds de vloer raakt, een extra handdoek kan fijn zijn. Je dan rustig op handen en knieën komt. Een klein beetje naar achter kunt bewegen. En voelt hoeveel hoogte de onderbenen nodig hebben. Zo je dijbenen worden ondersteund door een extra deken. En je onderbenen komen iets in lift door die verhoging die je daar kunt nemen. En opnieuw, het hoeft niet de maximum hoogte te zijn. Als het een heel klein beetje lift is, kan dat voldoende zijn. Het geeft een lichte compressie in de onderrug, zonder dat we een intense compressie opzoeken. Dus als je eenmaal de benen iets daar in een lift hebt kunnen brengen en je dijbenen zijn ondersteund, nog steeds kleine millimeters kunnen een wereld van verschil uitmaken. Je dan je handen misschien onder het hoofd wil plaatsen, je kin, je voorhoofd, een van je wangen op de handen kunt plaatsen. Als je dat niet fijn vindt, de armen over hoofd, de armen langs het lichaam naar achter of zelfs op de rug of een asymmetrische beweging, relax je schouders. En zelfs wat ondersteuning onder het hoofd kunt gebruiken als je voelt dat de nek iets in compressie is. Als je het hoofd naar links of naar rechts niet fijn vindt, je kunt een extra blok, een boek of een deken gebruiken om het voorhoofd te ondersteunen. En je hoofd en nek gewoon in een neutrale positie kan verblijven. En je daar misschien meer ontspanning kan vinden. Zo alle ondersteuning die je kunt vinden. Nieuwe creativiteit is misschien het meest nodig van je hier. Beweeg jezelf langzaam naar je locus positie, je sprinkhaanhouding. Als de compressie in de onderrug te veel is, breng de benen iets minder hoog. Breng je onderbenen gewoon wat lager in de richting van de vloer. Als je een smalle ondersteuning hebt voor de benen, ook in deze positie kan het fijn zijn om dan de benen iets in te zwachtelen of te ontwikkelen met een extra handdoek, een deken. Zodat ze in ieder geval wat dichter bij elkaar blijven, maar je geen moeite hoeft te doen om de benen op die verhoging te houden. En dan ga je voorbij de functie van je restorative beoefening. Ondersteun het lichaam. En restorative, de vertaling van restorative, is herstellende yoga. En herstellen kunnen we niet als we heel veel moeite moeten blijven doen. Als we de hele tijd aan het balanceren zijn in de houding. Als we elke halve minuut de positie weer iets moeten veranderen. En je bent niet bevroren en helemaal verplicht om in de houding te blijven. Kleine bewegingen, kleine suggesties, aanpassingen zijn altijd welkom. Maar er mag een moment komen waarin je volledige overgave kunt vinden, waarin je volledig het lichaam de ruimte kan geven. En laat rusten. En als het lichaam kan rusten, dan kan het herstellen. Als het lichaam niet kan rusten, kan het ook niet herstellen. En als we nooit momenten vinden om ontspanning op te zoeken, beginnend alleen al bij het fysieke lichaam. Ook die spanning, net als de adem vasthouden, steeds groter wordt. En het steeds moeilijker wordt om die ontspanning te benaderen. Vind kleine suggesties, merk op hoe het lichaam reageert. Wees alert, attent. En adem. De uitademing naartoe beweegt. Volg de uitademing.
begin weer bij de ademhaling. 2. 3 keer rustig in en uit. En misschien is je nek wat ruimte wil geven als het hoofd naar één zijde was. Je vorm in de andere kant op kunt zoeken of een neutrale positie aanneemt. Je handen weer iets mindful kunt plaatsen naast de borst of onder de schouders. Jezelf iets omhoog beweegt naar die positie op handen en knieën. Jezelf langzaam uit die positie haalt. Als je kort een child pose kunt gebruiken, hè, je lichte ronding van de wervelkolom wat stretch voor de onderrug, wees altijd welkom. En zodra je een moment daar is, je kunt opnieuw diezelfde ondersteuning gebruiken voor je supported backbend. En je daar je bovenrug wil ondersteunen. Zo je locus, zojuist als meer voor de onderrug en voor de benen, de ontspanning op de psoaspier. En je supported backbend is meer voor de borst, het hart, je schouders. En daar opnieuw weer kunt onderzoeken hoeveel ondersteuning heb je nodig. Als het een vrij hoekige ondersteuning is die je hebt, zoals ik hier heb met die dekens. Je misschien een extra rol van een handdoek iets daarvoor wil plaatsen. Zodat je niet met de rug in een soort hoek komt liggen wat niet comfortabel is. Als de wervelkolom echt in een compressie komt. Maar je wilt dat de wervelkolom ondersteund achterover kan rusten. Als het hoofd achterover te intens is in de nek, til het hoofd een klein beetje meer op. Een ondersteuning van één deken kan soms al voldoende zijn. Zo gebruik je verstand, je intelligentie in hoeveel ondersteuning heeft het lichaam nodig. En beweeg jezelf ook heel rustig naar die houding toe. Niet alle ruimte en tijd neemt om die props hier te vinden. En ook de heupen hier weer meer gewicht dragen misschien dan de rug. En als de zwaartekracht, het gewicht van het bovenlichaam iets daar naartoe verplaatst, ondersteun je billen iets meer als je voelt dat het heiligbeen of het stuitbeen te veel op de mat gedrukt worden. En geef je benen die positie die je goed voelt. Sommige mensen vinden een Baddha-konasana, je voeten bij elkaar, je knieën vallen naar buiten heel fijn. Sommige mensen vinden het lang uit heel fijn. Als je wat ondersteuning onder de dijbenen kunt gebruiken en misschien ook daar weer wat creatief kunt zijn, zodat je een heel lichte dijbenen ondersteunt, een lichte buiging in de knie kunt behouden. En zelfs je voeten op de mat met gebogen knieën kan een prima optie zijn. En voel in ieder geval dat het bovenlichaam een klein stukje omhoog getild wordt. Het onderlichaam rust op de vloer en je ontspant je bilspieren, ontspant je rugspieren. Er is niets wat je hoeft vast te houden. En heel licht onderzoek waar je de armen wil laten, wat goed voelt in je schouders. En neem die tijd om weer te settelen in die houding.
Adem daar voor jezelf weer 2, 3 keer rustig in, rustig uit. Neem weer de tijd om terug te komen. Als je benen lang uit zijn of de knieën zijn iets naar buiten toe, haal rustig de knie weer iets naar binnen of plaats weer je beide voeten op de mat. En voor 1 minuut laat je beide knieën vallen naar de linkerzijde. En als de vloer te ver weg is, ook daar, vind wel weer ondersteuning. Lichte twist, daar je armen misschien een andere positie willen aannemen. Hele lichte twist voor de onderrug, voor we bewegen naar Shavasana. Adem. Traditioneel in yoga een twist is om de wervelkolom te corrigeren, zo naar je back bends. Als je een heel licht voelt dat er iets gebeurt in al die weefsels, in de wervels, rondom of langs de wervelkolom. En wissel rustig van zijde, neem je knieën mee over het midden. Laat je benen rustig overvallen naar de andere kant, of dat links of rechts is, maakt niet zoveel uit. Of je benen op elkaar rusten of naast elkaar. Niks groots, niks intens. Hier, neem rustig weer de knieën mee terug over het midden. Plaats je beide voeten weer op de mat. Vind met de armen weer heel licht iets, de vloer, je elleboog, je onderarm. En licht iets op de rechter of je linkerzij kunt bewegen. De torso weer iets omhoog kunt tillen. Die ondersteuning die je onder het lichaam had, rustig weg kunt nemen. In jezelf voor een moment, als je 10 minuten ruimte extra nog hebt voor Shavasana, breng jezelf opnieuw naar een positie op de rug, liever op de buik, een houding die voor jou intuïtief het beste voelt. Neem de ondersteuning voor het lichaam, waar het lichaam om vraagt. In de video zit geen Shavasana meer, zo neem de tijd, neem de ruimte. Zet de video misschien op pauze als dat voor je werkt. Sluit ik af met 1 om. Dank voor het meedoen.